Hoe fijn is het? Morgen mogen jullie weer open? Ja, geweldig. Geweldig is het. Ja, al vanaf 14 december dicht hè, in 2020. Al bijna ja, vijf maanden dicht. Het was echt ondraaglijk ondertussen. Uh, terwijl het zo druk is in de winkelstraten en overal. Hè, nou, terrassen open, hartstikke mooi. Maar het was toch de hele tijd van ja, wanneer zijn wij aan de beurt? Nou, daar hebben we echt... Als bibliotheekbranche enorm veel gelobbyd uh, om um open te kunnen. Ja, want hebben jullie niet een beetje het idee gehad dat je nu een soort ondergeschoven kindje voelde? Ja, ja absoluut. En uh, Je leest het ook net uh, in de krant. Museumdirecteuren zijn, ja, die zijn ook boos. Want uh, die moeten uh, ja, sluiten. En uh, Hugo de Jonge heeft daar ook zoiets van, uh, nou, uh, cultuur dat kan wel een dagje wachten. Ja, zeg maar dat hele DD voor de hele culturele sector, dat is echt uh, hemeltergend wat dat betreft. En daarom ja, waren we ontzettend blij met de motie vanuit de Tweede Kamer, uh, die kamerbreed is gesteund, van ja, open de bibliotheken, want het is te gek dat je wel een boek kan kopen in de boekwinkel, maar je mag geen boek lenen. Terwijl dit echt een enorm veilige uh, omgeving is. Dus ja, we zijn ontzettend, ja, ontzettend blij. Ja, want we staan nu in de locatie Lissen. Jullie zijn er klaar voor. Vanaf morgen mag het weer. Maar natuurlijk nog wel met allerlei regels. Ja, nee, sterker nog, het is zelfs strenger dan voor 14 december. Want wij moeten nu ook registreren bij de deur. Dus mensen moeten zich, alle bezoekers moeten zich registreren. Gezondheidsverklaring. Allemaal mandje. Voorheen hadden we mochten we één bezoeker op 10 uh, vierkante meter hebben en dat is nu één op de 25 vierkante meter. Dus het is wel echt met restricties en er zijn hele strakke afspraken uh, gemaakt met het ministerie uh, daarover. En uh, ja, dat hebben wij uit te voeren. Maar, maar, ja, maar de blijdschap overheerst. Uh, ja, geweldig. We hebben natuurlijk wel uh, boekenpakketten uitgeleend. Hè. Mensen konden wel uh, reserveren, boekenpakketten ophalen en terugbrengen. Nou, daar zijn we ontzettend blij mee dat dat nog kon. Hè. We hebben uh, meer dan 20.000 uh, pakketten zo uh, uh, gereed gemaakt voor iedereen. Dus daar hebben we het heel druk mee gehad. Maar ja, dat is alleen uh, het lenen van boeken. Wij doen ongelooflijk veel meer dan alleen maar boeken uitlenen. Ja, dat heeft al die tijd eigenlijk stilgestaan. En ik ben dus ontzettend blij dat het weer op gang komt nu. Hè. Dat, ja, we verwachten toch in een week of drie verdere versoepelingen. Dat die restricties dan ook uh, weer wegvallen. Ja, nee, ik kijk ontzettend uit naar het, naar, ja, het uh, seizoen uh, zeg maar vanaf september, waar we ook echt met cursussen weer aan de gang kunnen gaan. Kijk uit naar de opening. We gaan het informatiepunt Digitale Overheid openen. De 100ste in Nederland op 24 juni. Wordt geopend door staatssecretaris Knops en de ombudsman in Oestgeest. Dus ja, er staat ontzettend veel, heel veel op, het, op het programma, waar ik ontzettend blij van word.